En de bank waar Casper staat, die heeft weer plaatsgemaakt voor onze volgende gast. We hebben een heleboel mooie mannen in Emmen. Vorig jaar hebben we natuurlijk Ennio al gehad, die een hele mooie titel heeft gehaald. Zeker, zeker. En nu ga jij proberen de mooiste man van Nederland te worden. Edo. Ja, inderdaad. Hallo, welkom. Vertel eventjes, de mooiste man van Nederland, wat voor verkiezing is dat? Het is een verkiezing waarbij vanaf 16 kandidaten wordt er één finalist uitgekozen uiteindelijk. Ja. Op dit moment zijn we bezig met zoveel mogelijk promoten met onze foto's, zodat mensen kunnen stemmen. Mm-hmm. Hieruit wordt 20% van de winst geteld, zeg maar. Ja. Uiteindelijk wordt 30% gekeken naar hoe je karakter is, persoonlijkheid en hoe je bent tijdens de repetitie straks voor de finale. Mm-hmm. Dan hebben we de repetities. Gaan we oefenen hoe we straks de finales gaan doen. Dus er wordt een soort van show, entertainment en fashion rondes, zeg maar. En dan wordt er uiteindelijk één winnaar uitgekozen en die mag internationaal Nederland vertegenwoordigen. Wat cool! Wow. Ja. En als we nou helemaal teruggaan, hoe ben je dan genomineerd? Moet je je opgeven? Moet je foto's sturen? Moet je filmpjes maken? Ben je gescout? Hoe is het gegaan? Ik werd benaderd door de organisator ervan. Ik werd al eerder gevraagd voor hem om bepaalde klusjes te doen, omdat hij zag dat ik veel bezig was met modellenwerk en fotoshoots. Mm-hmm. En ik was toen nog een beetje te jong en uiteindelijk kreeg ik de vraag van hem, lijkt het je leuk om mee te doen aan de verkiezing? En ik heb een beetje onderzoek gedaan en uiteindelijk hebben mijn ouders me gemotiveerd en mee te doen, zeg maar. Maar dat is toch wel, krijg toch wel cool. Een beetje een boost van. Dat je denkt, oh my god, ik ben in de race om gewoon de mooiste man van Nederland te worden. Ja, ik ben gewoon lekker. Ja, dat ga je dan gewoon zeggen. Ik ben gewoon lekker. Lijkt me eerlijk als ik voor de spiegel sta, ik ben genomineerd, want ik zie er goed uit. Maar wat, hoe ging dat dan nog daarvoor? Er kwam een moment dat je dacht van, ik wil wel modellenwerk gaan doen. Ja. Ik was lange tijd bezig met fitness en toen op een gegeven moment werd ik gevraagd voor een eerste fotoshoot. Nadat ik die heb gedaan kreeg ik heel veel reacties erop dat ik veel potentie heb om er verder in te komen. Ja. En zo ben ik er ook verder mee gegaan en steeds meer vragen van allerlei verschillende kanten gekregen. En ben je dan ook veel, je zegt al met sporten, daar ben je dan natuurlijk mee bezig om een goed lijf te krijgen. Maar ben je dan ook bezig met je haar en met kleding, dat je echt dacht van, hoe gaat dat dan? Dat je, ben je veel aan het shoppen of ben je dan in bladen aan het kijken, god, wat moet mijn kapsel worden? Ja, is het een beetje jouw stijl, zoals je er nu bij bent met een bloedje, ben je altijd zo een beetje gekleed en hou je daar dan rekening mee als je de deur uit gaat? Ja, ik hou er wel rekening mee dat alles goed zit als ik de deur uit ga, maar ik heb verschillende soorten stijlen, zeg maar. Ja. Ik hou ervan om er netjes bij te lopen, maar even goed als gewoon casual of normale kleding. Maakt het uit voor zo'n wedstrijd? Daarvoor schriften voor, van je moet er zo uitzien of zo? Moet je 1,80 zijn of zo? Of mag je maar 70 kilo zijn? Het is wel een beetje vragenvuur, hè? Ja, maar ik vind het heel interessant. In principe zijn er ook jongens die wat korter zijn of die net wat voller zijn van zichzelf of heel veel tattoos hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, ze hebben daar niet echt naar gekeken nog en ik denk niet dat het heel veel nadelen heeft voor de rest. Wat voor model zou je dan zelf laten willen worden? Wil je echt over de catwalk lopen en wil je echt fashion dragen? Of wil je in een onderbroek staan of wil je zwembroeken doen of teennagel? Nou, ik zou zwembroeken en onderbroeken doen. Ja, ik heb tot nu toe heel veel gedaan met boxershoots. Dat ziet er heel goed uit. Dat ik denk, als je zo in een buszakje kan hangen, ik zou het doen. Ja, met boxershoots en zwembroeken bijvoorbeeld de laatste tijd heel veel gedaan. Maar ik wil mezelf van meerdere kanten kunnen laten zien. Dus ik ben nu bezig met portretfoto's en meer met fashion, zeg maar. Okay. Wat vind je daar dan zo leuk aan? Als je daar in je onderbroek staat. Ja, wat daar leuk aan is. Je haalt er wel, denk ik. Je voelt er energie uit. Ja, denk, dat vind ik leuk. Je hebt er wel een beetje een gevoel bij van, ik werk hier ook hard voor, dus er mag wel wat bij komen kijken. En dat mag dan ook wel gezien worden, zeg maar. En hoe gaat zo'n dag dan? Moet je dan op een gegeven moment, dan kom je eraan en dan zeggen ze van, ga er maar staan. Of alle onderbroekjes liggen klaar. Hoe gaat dat? Eigenlijk wel. Je moet jezelf een beetje, je krijgt een beetje tijd om wat oefeningen te doen, zodat je lichaam een beetje op gang komt en wat stoerder eruit ziet natuurlijk. En dan ga je voor de camera staan en word je een beetje aangestuurd, moet je veel bewegen en
uiteindelijk ga je verder naar de volgende thema bijvoorbeeld. Ja. Andere onderbroeken of andere kleding aan. Haar wat anders en overal wordt nagekeken. Ja, en kunnen wij nu dan ook als publiek jou helpen om verder te komen? Want moeten wij bijvoorbeeld sms'en of moeten wij ergens op stemmen? Ja, er loopt nu zeg maar een stemlijn. Dat is 7733. 7733. En dan moeten we dan sms'en? Ja, en dan moet je Vote Mr. Edo intypen. Oké, okay, Vote. Vote Mr. Edo. Na 7737. 7733. 7733. Ja. En dan Vote Mr. Edo. Ja. En dan kan het dus helpen om jou verder te krijgen. Ja, het zou heel erg helpen met de stemmen in ieder geval. En ik denk dat we samen wel kunnen komen. Ja. En wat is dan de volgende ronde? Als je dan zeg maar, want je zit nu bij die laatste 16, zei je. Ja. En dan moet je dus verder. Hoeveel gaan er dan door van die 16? Ja, we hebben uiteindelijk echt één finale. En van daaruit oké, dus je mag alle 16 ga je naar die finale. En wanneer is die finale? 20 april. 20 april. En waar is die finale? In Rotterdam. Oké. Okay. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik zelf ook. En zijn er dan ook nog rondes dat je daar moet lopen? We hebben ook weer een zwembroekronde? Ja, er komt sowieso een zwembroekronde. Ja? Daar weet ik wel van. Voor de rest hebben we nog geen inhoud gekregen over hoe dat precies in elkaar zit. Nee. Oké, okay, maar je weet ook niet hoe je daar de hele dag moet zijn? Dat komt allemaal nog. Nee, dat gaat allemaal nog komen. We zijn nu eerst nog druk aan het stemmen en dan gaan we uiteindelijk stapje voor stapje verder. Heb je al een mede-finalist ontmoet? Ja, we hebben zeg maar op de casting, ze hebben 3 castings gehad. Ja. Ik was bij de tweede en daar waren ongeveer 20 mensen. Ja. Hebben we allemaal kennis gemaakt in het begin in een kamertje, een aparte ruimte. En toen moesten ze één voor één onszelf voorstellen, zeg maar. En denk je dan ook van, nou, dat is wel een god, die heeft wel een goede kop. Ja, ja, ze worden natuurlijk niet voor niks gekozen als finalist. En we hebben nu, vorig weekend hebben wij een fotoshoot gehad met z'n allen. Mm-hmm. En zijn we daarna gaan schaatsen in Rotterdam met z'n allen. En leuk contact gehad, gezellig dagje. Ook. Dus we kunnen het goed met elkaar vinden, alleen ja, het blijft wel een wedstrijd natuurlijk. Tuurlijk, je wil winnen. Ja. En als laatste vraag nog even, heb je Ennio nog toevallig gebeld voor tips? Want dat is natuurlijk, die heeft natuurlijk heel wat titels in de wacht gesleten het afgelopen jaar. Die hebben een beetje zijn opvolger volgens mij. Ja, ja, ik vind het heel mooi wat hij heeft bereikt. En natuurlijk ga ik hem wel wat tips vragen. Ja, dat straks gaat. Maar dat was ook heel leuk. Ennio zat hier iets meer dan een jaar geleden. En eigenlijk op hetzelfde punt waar jij bent. En een paar weken geleden zat hij hier weer. En dan zie je gewoon in een jaar tijd wat er kan gebeuren. Ja. En hoe tof het is, want er kan natuurlijk nog wel een beetje lacherig om worden gedaan. Maar al model, wat kun je er nou mee? Maar het is wel echt iets heel bijzonders. Nee, inderdaad, er komen heel veel kansen voorbij. En die moet je wel aanpakken. Ja, dan zeker. Pas ga je zien hoe ver jouw kansen daarin liggen. En leuk. Ik ben benieuwd, we gaan je in de gaten houden. En heel veel succes. Ja, leuk.